En welkom op mijn kanaal. Ik ben Nova en dit is Binofabulous. Voor als je het nog niet wist. Vandaag heb ik een filmpje voor jullie en dit gaat over comments. Nou, eigenlijk de mensen die de comments schrijven. Want soms dan scroll ik door mijn comments heen onder mijn video's en dan kom ik echt de raarste dingen tegen. Ik weet niet hoe jullie ermee opkomen, maar echt waar, soms, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Even voordat de video begint wil ik eigenlijk een kleine disclaimer zeggen. Ik doe dit niet om jullie belachelijk te maken of zo, echt niet. Maar ik dacht van, soms dan zie ik van die dingen en denk ik, hier moet ik echt een filmpje over maken. Dus, veel plezier met kijken. Als eerst, de juf. De juf is dat type dat alles beter weet. Dat, waarvan alles ook moet en niets mag. En je moet dit en je moet dat en je zal dit en je zal dat. En dat vind ik best wel grappig om te zien, hoe mensen elkaar de les leren. En soms dan, ja, kijk maar. Ja, en nou gaan we toch eens even kijken, want ja. Dus, ah, kijk, Nova heeft een nieuwe video, wat enig. Eens kijken, pancake art. Ja, nee, dit gaat niet. Nee. Je beslag moet dikker. Stuur. Kijk, opgelost. Zo doen we dat. Rechtvaardigheid. Je moet op musical camp. Stuur. Ja, jongens, reactie van ja. Moet ik al praten? Moet ik al praten? Ja? Mag ik? Licht? Schoot je goed? Ja. E. Je doet mee aan de Voice Kids. Hè? Ja? Jij doet mee aan de Voice Kids. Hè? Stuur. Bam. Ben je klaar? Ja, ik moet echt heel nodig plassen, dus mag ik. En dan heb je type 2. Deze mensen lijden aan een zeer zeldzame ziekte, namelijk typen kan ik niet. Ik moet dit met veel pijn in mijn hart vertellen, maar sommige mensen die kunnen gewoon niet typen. Ik weet niet of ze het nu met opzet doen of dat ze gewoon echt niet weten hoe ze moeten typen. Want soms dan zie ik echt dingen en dan denk ik... Ja, in, kijk. Inderdaad, dat denk ik gewoon. Want ik denk echt... Huh? Heb je niet op school gezeten of hoe oud ben je? Maar jongens, leer typen, zo moeilijk is het niet. Trouwens niet dat ik zelf nooit typfoutjes maak hoor, maar... In eerst video, in school mijn lief. Jij zei enig kind, maar wij zijn meisjes. Oké, goed nadenken. Wat zou een super nuttige comment zijn? Got it. Lief bedoeld. Allebei je zusjes zijn volgen niet tweeling, maar lijken allebei op mij. Vriendin Donna, hahaha, super schattig. Dus XX, niet lelijk, ook niet gemeen, zijn knappe meiden. Jij ook. Groot video, leuke fan. Kijk filmpjes altijd, KitKat lijkt mij lekker. Is goed. Dit is goed. Hé, Mel, dit is goed. Dit is puur werk. Dit is kunst. Ik ben klaar. Klaar hier. Ja, ik kan gaan. Doei. En dan heb je natuurlijk de welbekende haters. Nummertje 3. Dat is 3. Dat is nummer 3. De haters zijn 3. Als je YouTuber bent en dan herken je dit waarschijnlijk wel. De haters, echt waar. Ze zijn overal. Je kunt ze niet stoppen. Maar ze zijn er gewoon. En echt, elke YouTuber heeft er last van. Nou ja, het ligt aan jezelf of je er last van wil hebben of niet. Maar dit zijn de mensen die gewoon ontzettend gemene, nare comments achterlaten op je video. En nou zat ik te denken, oké, je vindt mij niet leuk, je vindt mijn filmpjes niet leuk, maar... Je kijkt ze toch telkens en telkens ga je reageren eronder van je bent lelijk, je bent dik, je bent dit, je bent dat. Dan snap ik het niet helemaal. Als je mij niet leuk vindt, dan ga je toch iets anders kijken. Ik bedoel, ik zie dat het verband niet. Maar in ieder geval, ze gaan soms zulke rare dingen commenten dat ik echt denk van... Hé, bedankt, hè, steek ik in mijn zak, lekker, hebben we er weer bij. Maar
Ja, maar ik weet het. Maar kijk, ik weet van mezelf, ik ben niet dik. Ik ben niet dik. En dan gaan mensen reageren, je bent dik. Je bent een varken. Je bent een dik varken. Dan denk ik van, ben ik in jouw ogen dan echt dik? Of, ik snap het niet. Of mag je mij gewoon niet, ben je jaloers? En zeg je daarom dat ik dik ben? Want ik snap het. Ik kan er gewoon niet bij. En dan zijn er ook van die mensen die bijvoorbeeld reageren, je bent gay. En dan denk ik van, oké, ten eerste, als ik dat zou zijn, zou het dan uitmaken? Zou het dan veranderen aan wie ik ben? Nee. Ten tweede, waarom zeg je dat? En ik ga toch gewoon niet onder jouw foto reageren, hetero of zo. Ik doe dat is zo dom. Ik kan sowieso niet tegen mensen die met gay, van gay of homo een scheldwoord maken. Want dat is gewoon geen scheldwoord. Ik bedoel, als jij hetero bent en ik ga tegen jou zeggen, hey hetero, dan zou je me toch ook aankijken van, dat is niet echt een scheldwoord of zo. Nou, precies hetzelfde met gay of homo. Ik snap het echt niet. En dan heb je type 4. En dit zijn de naapers. Dit is niet zozeer dat hun naapers zijn, de mensen die comments schrijven. Maar die vinden dat ik iedereen naap. En ja, dat gaat dan, het slaat eigenlijk nergens op, want het gaat dan een beetje zo. Oh mijn god, je doet echt Enzo Knol na. Oh my god, deze op z'n Nova's is zo niet origineel. Oh my god, jij hebt dezelfde camera als Beautyness. Je aapt haar echt na. Ik bedoel, je maakt echt dezelfde filmpjes als Beautyness. In principe. Ja. En als laatste, als vijfde, zijn natuurlijk de, ja, hoe noem ik ze, fans of zo. Maar dit zijn gewoon, om mij af te sluiten met leuke comments. Dit zijn gewoon alle lieve leuke comments. En dit zijn ook gewoon, dit is gewoon de meerderheid van de comments die ik krijg. Want af en toe zit er zo'n stomme tussen. Maar weet je, er komen zoveel lieve comments binnen elke dag. En ik vind het super leuk om comments te lezen. Dus weet ook dat ik alle comments lees. Ik lees echt alle comments. En ik vind, ja, het maakt me gewoon blij. Want als jullie niet commenten of, ja, als jullie geen leuke dingen zeiden of zo. Ja, dan voor wie doe ik het dan, weet je? Want comments zijn gewoon het meest persoonlijke om te lezen. En daarom zijn er ook gewoon zoveel leuke comments. Nou, in ieder geval, dat waren alle commenters op mijn video's. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan vooral even een duimpje omhoog. En laat een comment achter. Dat vind ik leuk. Maar in ieder geval, blijf gewoon lekker commenten. Doe je ding. En ja, dan... trouwens, voordat ik het vergeet. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram en Snapchat. Want soms krijg ik heel vaak de vraag in een comment. Hoe ik op Instagram en Snapchat heet. Nou, op Instagram heet ik gewoon @pinofabulous. En op Snapchat heet ik Nova met 2 A's, / XX. Weet je wel, dat is zo'n oude naam die je ooit verzonnen hebt. En dan, ja, je weet wel. In ieder geval, super bedankt naar het kijken voor deze. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Dat was hem even vergeten. Tot de volgende video. Doeg!